dingen gewoon niet doen. Nou lagen in dit geval dus die spullen opgeslagen in een schuurtje. In een andere zaak, waar we misschien verderop nog wel even over komen te spreken, lag het materiaal opgeslagen bij een nautisch bedrijf. Dus een bedrijf waar ze dit soort spullen verkopen en opslaan. Ik vroeg me af of dan in die zaak bijvoorbeeld ook de eigenaar van die nautische winkel is vervolgd. In die zaak zagen we inderdaad dat de verdachte zijn spullen opsloeg bij dat nautische bedrijf. En dat hij ook van daaruit steeds transporten in gang zette. Mm-hmm. Uiteindelijk is daar ook heeft de politie daar ook een inval gedaan, ook een zoeking gedaan. We hebben natuurlijk heel serieus gekeken of die eigenaar van het nautische bedrijf ook als verdachte kon worden aangemerkt. Dus in die zin kon worden vervolgd. En dus uiteindelijk is dat niet gelukt, want je moet echt aantonen dat iemand wetenschap heeft dat die goederen, die nautische spullen, zwemvesten, dat die uiteindelijk ook gebruikt gaan worden voor de mensensmokkel. En op zichzelf mag je natuurlijk nautische spullen verkopen, dat is gewoon handel. Maar het moet natuurlijk op een gegeven moment iemand wel gaan opvallen dat je aan één persoon wel heel vaak dezelfde spullen verkoopt. Nou, bij die man zat het een beetje op de rand. Hmm. Dat konden we niet precies aantonen. Die verdachte zelf is wel vervolgd, is ook veroordeeld. Maar die eigenaar van het nautische bedrijf niet. Ja, en zijn er nou dit soort ondernemers, zijn zich die nou eigenlijk bewust van deze problematiek, volgens u, genoeg hiervan bewust? Dat dit bestaat? Nou, die vraag kun je stellen. En dat is een hele terechte vraag. Dus ik denk ook dat het belangrijk is, ook, zoals we daar hier vandaag over praten, om ook aan ondernemers duidelijk te maken van als er iemand bij je komt, telkens en opnieuw voor zwemvesten, voor bootjes, voor andere spullen. Ja, dat zijn over het algemeen duurzame goederen die je één keer koopt en waar je langere tijd mee doet. Maar als je heel regelmatig daarvoor terugkomt zonder een redelijke verklaring daarmee. En misschien betaal je altijd contant. Misschien doe je ook wat schimmig over wat je ermee gaat doen. Ja, dan zou het goed zijn als de ondernemer denkt van, hé, dit klopt toch niet helemaal. Ik ga daar vragen over stellen aan degene die dat van mij koopt. En als je het echt niet vertrouwt, ja, neem contact op met de politie, met de wijkagent. Bespreek dat. Ik zie Mark Rutte van de Marechaussee heel instemmend knikken. Ja? Juist. Daar zijn we dringend naar op zoek, naar dergelijke informatie om erop te kunnen acteren. Zou dit dan, Gerben Wilbrink van het Openbaar Ministerie, ook een soort oproep zijn aan dit soort ondernemers van, let op, dit bestaat, wees alert, meld je bij de politie als je dit soort dingen ziet die misschien toch dubieus zijn? Ja, absoluut. Kijk, het strafrecht komt natuurlijk altijd aan het einde. En dan is het eigenlijk in die zin al te laat, want de daad is al gepleegd of dreigt te worden gepleegd. Maar het begint natuurlijk uiteindelijk bij preventie, bij bewustwording. Dus als ondernemers in nautische spullen weten en begrijpen dat er dit soort akelige dingen gebeuren met hun zaken die ze verkopen, dan zou het heel goed zijn dat dat breder onder de aandacht wordt gebracht. En als ze daarmee worden geconfronteerd, dat ze daar ook actief de politie over benaderen. Ja, want ik kan me nu ook wel voorstellen, een ondernemer is gewoon bezig met ondernemen en met verkopen. Ja, die denkt gewoon, het is een fijne klant die veel afneemt. Ja, dat kan me op zich voorstellen. Kijk, iemand is natuurlijk ondernemer en die wil graag spullen verkopen. En daar is natuurlijk op zichzelf ook helemaal niks mis mee. Want daarom is hij natuurlijk gewoon ondernemer. Alleen er komt natuurlijk het moment dat als iemand vaker bij je komt met een verzoek om, nogmaals, zwemvesten, boten, dat je gaat denken, waarom komt deze persoon nu zo vaak met spullen die je eigenlijk nooit zo vaak verkoopt. Ja, dat dan is het toch echt wel goed dat iemand dan denkt van, nu gaat het over een grens heen en nu ga ik daar toch eens actief aandacht aan besteden. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk in ons alle belang dat deze handel wordt gestopt. Sandra, jij hebt ook wat van dit soort ondernemers gesproken. Wat zeggen zij dan? Ja, ik heb contact gezocht met ondernemers kriskras door het land heen, die dus nautische materialen verkopen met de vraag of zij wel eens verdachte situaties zien, hebben meegemaakt. Nou, ik sprak met een ondernemer die aangaf dat zijn zwemvesten wel eens zijn aangetroffen bij de overtocht richting Engeland. En diezelfde inkoper kwam recent weer in zijn winkel. Nou, toen heeft hij de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. Hij had namelijk al een contactpersoon daar. Dus deze man was zeer alert. Ja. Maar ik sprak ook ondernemers die echt geen idee hebben hoe zij met dit soort situaties om moeten gaan. Onder meer een ondernemer uit Beverwijk, die heeft dus twee verdachte situaties meegemaakt, maar hij wist niet zo goed hoe hij ermee om moest gaan. En het was winkeleigenaar Roelof Kuipers uit Beverwijk. We hebben wel twee keer situatie gehad die we wat verdacht vonden. Het ging in beide gevallen om heel veel reddingsvesten die afgenomen werden. In beide gevallen kwamen de mensen het ophalen. Eén keer ging het om een paar mensen uit het buitenland. Die betaalden wel gewoon netjes met de betaalkaart. En in principe zou daar dus niks mis mee kunnen zijn. Alleen achteraf hadden we wel een beetje het gevoel van, we vonden het wat vreemd. En een andere keer, toen was er iemand die ook heel veel nodig had. Die kocht toen de hele voorraad op wat we net hadden. Die betaalde het contant. Die hebben nog wel gevraagd waar hij het voor nodig had. Maar die leverde het aan de maritieme sector. Dat was zijn verhaal.
voor hetzelfde geld is er helemaal niks vreemds aan geweest, maar het zou natuurlijk kunnen. We vonden het wel vreemd. We weten natuurlijk dat er reddingsvesten gebruikt worden voor vluchtelingen. Dus dan denk je daar wel aan. En het is natuurlijk niet aan ons om helemaal uit te zoeken wat iemand met zijn bestelling gaat doen. Dat doe je niet. Of het fijn vinden voor een bepaald meldpunt komt, kan me wel voorstellen dat het handig is. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je weet wat je moet doen. Dat zouden wij niet precies weten. Ja, het is wel een eerlijk verhaal natuurlijk van een ondernemer die nu zelf ook denkt, ja, waar doe je nou wel of niet goed aan? Mark Rutte van de Marseille, begrijpt u ook dat natuurlijk ook lastig is, een dilemma is van, ja, wanneer nou wel of niet? Ja, zeker. Maar ik zeg bij twijfel altijd melden. En daar sluit u zich denk ik helemaal bij aan, Gerben Wilbrink van het Openbaar Ministerie. Uiteraard, ja. En zo'n meldpunt zou dan misschien nog een goed idee kunnen zijn? Ja, ik denk dat een meldpunt een goed idee kan zijn. Het kan ook natuurlijk gewoon de politie zijn, of de Koninklijke Marechaussee. En ik denk dat het goed is om te zeggen, zoals deze ondernemer ook aangeeft, het is niet als je de politie belt dat je gelijk iemand aangeeft dat je verdacht is. Maar je kunt natuurlijk gewoon melden van, hé, ik heb dit en dit gezien. Iemand betaalde contant, ik heb zijn kenteken genoteerd. Hij kocht die en die producten. En dan kan de politie in de systemen nakijken wat er aan de hand is. En als er niks aan de hand is, is het ook goed. Ja. Maar als er wel wat aan de hand is, kan het echt de startpunt zijn van een onderzoek. Precies. Nou ja, nu is het natuurlijk zo dat de Koninklijke Marechaussee dus